Jawel, daar ben ik weer terug van een welverdiende zonvakantie. Het batterijtje is weer helemaal opgeladen. En het is nu ook 1 september as we speak. En uh, dat betekent dus dat we één maandje verwijderd zijn van een tweetal events die ik uh, erg hoog heb zitten, die me erg na aan het hart staan. Namelijk First Look Festival. En daarna natuurlijk. Keihard los te gaan naar al die werkdruk en spanning en intensiteit. Amsterdam Dance Event. Uh, dat later in oktober zal gaan, voor, uh, gaan volgen. En uh, net terug dus van vakantie. En wat ik dan altijd een beetje doe zo begin september is... een beetje een inventarisatie maken van feesten... die ik wel eens zou willen bezoeken tijdens ADE. En uh, ik heb hier een, een, een lijstje... En ik hoop ook dat jullie uh, een beetje kunnen uh, meedoen hieraan. Wellicht dat ik iets over het hoofd heb gezien. Of wellicht dat er nog iets aan zit te komen. Uh, jullie kennen misschien wel mijn smaak inmiddels een beetje. Donkere, duistere, nasty, rollende techno. Van Detroit tot Berlijn. Van Berlijn naar Birmingham. En ga zo maar door. Uh, hoe viezer, hoe beter. Niet te hard. Het moet wel lekker gewoon ritmisch zijn. Lekker funky blijven. Maar uh, ik, uh, ik heb hier in ieder geval ook een aantal tips. ...voor jullie, mocht je zoiets hebben van... Hey, ...ik wil wel een leuke technofeestje bezoeken eigenlijk. Het kut is, ik heb helemaal niks... ...met die organisatie van ADE te maken. Ik ga hier gewoon... ...gratis promotie maken voor ADE. Gasten zouden me moeten lappen... ...voor die shit eigenlijk. Maar goed... ...deze feesten gaan zichzelf ze sowieso wel uitverkopen... ...denk ik, want het zijn wel een paar... ...dijken van parties. Te beginnen op... Nou, ...te beginnen met het volgende. Reactor... Ik zie maar geen line-up van mijn boys van Reactor. Ik vrees daarom ook dat er met deze ADE geen reactor parties zullen zijn. En dat vind ik heel spijtig, want voor mij, ADE, waren toch altijd wel de Reactor-feesten de absolute hoogtepunten. En uh, het, zou vrij, het zou erg triest zijn als zij dit keer niet met ADE komen. En dat zou dus betekenen dat we zullen moeten wachten tot oud en nieuw. Maar goed, als het om de een of andere reden niet gaat gebeuren. Pijnlijk, maar goed slikken en doorgaan. En dat bedoel ik niet slikken op die manier. Ah, uh, slikken. Nee, 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 nee. Gewoon accepteren en doorgaan. Maar um, zullen we eens even beginnen op 19 oktober. Ik ben al een paar jaar niet meer naar um, de gashouden geweest, Awakeningsfeesten. Uh, ik vond het vaak allemaal een beetje mediocre voorspelbare line-ups. Maar hè, die toco die bij mij om de hoek zit, Spanamer buurt, gaat waarschijnlijk toch wel weer bezocht uh, worden door mij. Op één, misschien wel twee avonden. Op die tweede avond kom ik straks nog wel terug. Uh, 19 oktober is er namelijk een Awakenings en Len Faki Present Figure Night Special. En uh, Daarin staan onder andere Blauwan, Cleric, Jeroen Search, grote held, grote nationale en internationale held natuurlijk, Rutte en Roman Ponsetta, en natuurlijk ook uh, Len Faki zelf. Toch een aardige line-up, dacht ik zo. Een line-up die wel weer uh, het bezoeken van de gasthouder waard is. En ik ga er gewoon even een beetje snel doorheen hoor, want ik heb hier echt nog meer staan. Ik heb hier ook op uh, 19 oktober strak uh, X-Non-Series ADE-opening in de Supper Club. Met uh, Saik Tadeo, Eiken en Hennek Beer. Uh, 20 oktober, de volgende dag: uh, Tresor, 25 Years EDI-special. Um, H7 Warehouse, waar in het verleden ook altijd hele vette reactorfeesten waren. Met onder andere OVR, uh, Sterak, Steve Rachmat en uh, Zadig. Dat is toch ook wel een, een, een leuke line-up, uh, zo lijkt het. Een dagje daarna, 21 oktober, Dave Clark presents. Die check ik normaal gesproken nooit in de Melkweg. Ik vind dat vaak ook een beetje. Eh, het gaat alle kanten op met die line-ups. Maar als ik zo kijk wat hij dit jaar bij elkaar heeft. Een van mijn allergrootste favoriete DJs/slash producers met name. Uh, Face is er aanwezig. Uh, Luke Slater, nog zo'n uh, all-time favorite. Uh, Tommy47, Mr. Jones, nog zo'n nationale held. Master Fengler. En uh, Rebecca, nou ja, dat zijn toch aardig wat namen waarvoor je wel een feestje op bezoeken, lijkt me zo. Um, en Dag daarna, Hyde, EDI. Hyde heeft vaak ook van, van die line-ups die alle kanten op gaan. Uh, maar nu uh, is het een, uh, een, een, een collabsavond met uh, Liebing en Speedy J in de Warehouse Elementenstraat. En ook nog onder andere, dan gaan we weer met nationale helden, Abstract Division en Sinful... En Rot en Doka. Allemaal nationale helden. Vette shit. Dus wellicht dat ik daar ook wel even een kijkje ga nemen. Um, en dan wordt het lastig. De laatste avond. Twee feesten. Dat wordt lastig kiezen. Niet dat ik ze allemaal ga bezoeken. Want dat kan ik helemaal niet meer op mijn leeftijd. Ik ga er waarschijnlijk gewoon twee kiezen. En, maar ja, dit zijn ook weer twee van die avonden. 23 oktober. Clockworks ADE Presented by LET. Of let zo je wilt. In de H7 Warehouse. Fucking hell. Met uh, JPN Fant, nog zo'n nationale held. Uh, e tap Kyle, Devious One, Ben Clock. Natuurlijk de labelbaas van Clockworks. Dat belooft ook wel een gruwelijke avond te worden. Zeker in die H7. Goede warehouse is het, goede vibes, goede sound system hopelijk ook. Uh, maar diezelfde avond heb je ook nog de Awakenings ADE Closing Party in de gasthouden Met onder meer Ben Sims, Dex J, Marcel Deppman, de grote buddy van Ben Klok, Oscar Mulero, Mike Storm en UVB. En dat zijn allebei feesten die volgens mij in de middag beginnen en tot ergens uh, laat in de avond eindigen. Dus het uh, wordt een beetje lastig kiezen. Al gaat mij volk dan wil ik toch uit naar die Clockwork uh, Party en... En dan ga ik wel uh, de eerste avond van ADE naar Awakenings toe. Met uh, Jong, Surge en Rudhead. En Roman Pontset en zo. Uh, hoe dan ook. Uh, dat is een aardig lijstje aan feesten. Die ik iedereen kan aanbevelen. Dat worden ongetwijfeld hele toffe feesten. Zijn er ook nog feesten die ik nu gemist heb. En waar je zoiets hebt van. Skate, check dit. Weet je wel. Fuck deze shit die op dat lijstje staat van je. Hier moet je naartoe. Je weet het. Donkere venues. Goede sound system. Donkere sounds. En dan heb je hem vaak wel. Uh, laat het even weten hier in de comments. En wie weet, zien we elkaar dan uh, ergens tussen 19 en 23 oktober op een ADE-feestje. In Amsterdam natuurlijk. Daar is het ook ADE voor. Amsterdam Dance Event. Mocht het je uh, om de een of andere reden ontgaan zijn, mocht je onder een steen geleefd hebben. Maar uh, goed, wie weet al dan.